Ik wil deze morgen kijken naar een gedeelte die vast voor de bijbelgetrouwe lezers heel bekend is. Dat is de storm op het meer. En ik lees hem uit Markus hoofdstuk 4. En daar staat, en hij, dat is de Heer Jezus, zei tot hen op die dag, toen het laat geworden was, laten wij oversteken naar de overkant. En zij lieten de scharen achter en namen hem, zoals hij was, in het schip mede. En er waren andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten hem wakker en zeiden tot hem, Meester, trekt gij u er niets van aan dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tot de zee, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En het werd volkomen stil. En hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? En ze werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Nou, dat is natuurlijk een heel bekend gedeelte, wat ook vaak gebruikt wordt om te vertrouwen als de stormen in je leven komen. En te weten dat de Heer Jezus daar ook is. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? We lezen in het vers ook dat de Heer Jezus zelf hier het initiatief neemt. Hij zeide tot hen op die dag toen het laat geworden was. Dus het was al laat op die dag. Wat heeft hij die hele dag dan gedaan? Hij heeft onderwijs gegeven. En als de Heer Jezus onderwijs heeft gegeven, dan geloof ik met heel mijn hart dat hij dat met passie heeft gedaan, met bewogenheid, de mensen aankijkende, betrokken te zijn. Dus na zo'n dag ben je echt doodmoe. En hij neemt het initiatief en hij zegt, laten we oversteken naar de overkant. En ze gaan, ze nemen hem mee. En er stak een zware stormwind op. Wist de Heere Jezus dat niet? Ja, natuurlijk wist hij dat. Hij is alwetend. Hij is de Zoon van God, God zelf. Maar dat weerhield hem niet om naar die overkant te gaan. Want hij gebruikt ook stormen om de mensen wat te leren, wat te laten zien van wie hij werkelijk is. Maar het was niet zomaar een storm. En als je dat meer van Galilea wel eens gezien hebt, dan is het net als het IJsselmeer hier in Nederland. Het lijkt zo rustig, maar bij een storm kan het spoken, ook op het IJsselmeer hier in Nederland. En er vergaan ook soms mensen, schepen hier. Dus dat kan daar ook gebeuren. En de storm is zo groot, die wind, dat zelfs het schip volloopt met water. En dan staat het te midden van die storm, maar hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. Dan zou je bijna denken, is hij dan zo iemand die zo vast slaapt? Misschien heb je wel eens gehoord van mensen om je heen, oh, al schieten ze een bom af, ik word niet wakker, ik hoor nooit wat. Was de Heer Jezus dan zo iemand? Nou, allereerst, hij was een mens en hij was doodmoe. En als je heel erg moe bent, dan kan je in een hele diepe slaap terechtkomen. Maar aan de andere kant, die storm deerde de Heer Jezus niet. Hij, zoals we straks zien, hij staat boven die storm als het ware. Dus hij is meer een hinder voor de storm dan de storm een hinder voor hem. En dus hij ligt daar gewoon rustig te slapen. Met andere woorden, wat kan er wat gebeuren? En dat zou eigenlijk al een rustpunt eigenlijk moeten zijn voor de discipelen. Dat, hij ligt daar te slapen. Dus het is waarschijnlijk niet zo ernstig als wij denken. Want als onze Heer en Heiland, ondertussen weten ze toch wel een beetje wie hij is. Als hij rustig ligt te slapen, waarom maken wij ons dan druk? Nee, hun kijken naar de storm en niet naar de Heer van boven de storm. En dus, ze maken zich wel druk. En dan wat ze dan zeggen, ze maken hem wakker. Nou, dan hebben ze toch aardig wat angst. Want wie durft dat te doen? Is dat Petrus, Johannes, Jacobus, Matthäus? Wie had het lef om hem wakker te maken? Anders zouden ze gezegd hebben, joh, doe jij het of doe jij het? Maar hun angst, die dreef hun om hem wakker te maken. En dan maken ze hem wakker
En dan zeggen ze dit: Meester, trekt gij er u niets van aan dat wij vergaan? Nou, twee dingen. Het eerste, trekt u zich er niets van aan? Waaruit concluderen ze dat? Nou, waarschijnlijk omdat hij ligt te slapen. Maar ze zeggen ook dat wij vergaan. En nou is de vraag, wie bedoelen ze daarmee? Bedoelen ze daarmee inclusief de Heer Jezus? Wij allen vergaan, hier kunt u ook niets meer aan doen. Of bedoelen ze, u ligt lekker te slapen en wij vergaan? Dus je kan de twee kanten naar kijken. Maar wat zie je zeggen? Trekt gij u er niets van aan? Wauw. Trekt de Heer Jezus er niets van aan dat wij vergaan? Daar is hij juist voor gekomen. Niet dat wij vergaan door een storm op een bootje en op een zee. Maar doordat wij vergaan in eeuwigheid door onze zonde. Hij is juist gekomen dat het hem wel bezighoudt. En verschillende versen, in Marcus 10 zegt hij dat ook zelf. Dan zegt hij in vers 45, dan zegt hij, even kijken hoor. Hij zegt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Hun zeggen, gaat het u dan niets aan? Hij zegt, daar ben ik juist voor gekomen. Daar ga ik mijn leven voor geven. In Matthäus 11, of 18, vers 11. Weer zo mooi. Daar zegt hij, even kijken, dat is deze kant. Daar zegt hij, want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden. Hij wil je laten zien van, ja, jullie zeggen, trekt gij er niets van aan. Hij zegt, daar ben ik juist voor gekomen om jullie te redden. Van iets veel ergers dan deze storm, van de straf, de toorn van God over je zonde, ben ik gekomen als losprijs, als lam van God, om die straf op die zonde te dragen, zodat jullie gered kunnen worden. En heeft hij dat gedaan? Nou, moet je eens horen hoe Paulus dat in Galaten zo prachtig omschrijft. Hij groet daar de gemeente en dan zegt hij, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dan zegt hij dit, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Hij zegt, hij heeft zichzelf gegeven. De vraag, Hiero, trekt u zich er niets van aan? Hij zegt, daar ben ik voor gekomen. En ik haal je niet uit de zee, ik haal je uit de zee van diepe duisternis, van verlorenheid. En moet je eens kijken wat Paulus dan in Colossense hoofdstuk 1 vers 13 en 14 zegt. Dan zegt hij dit erover. 13 en 14. Hij zegt, hij, dat is de Heer Jezus, heeft ons verlost uit de macht der duisternis. De storm van het duister, de storm van het oordeel. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis. En nu komt het. En overgebracht. Wauw. Overgebracht in wat? In het koninkrijk van zijn Zoon, zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonde. En dan zeggen hun, trekt gij er u niets van aan dat wij vergaan? Oh, dat is juist het evangelie. Dat is de boodschap. Dat hij het juist zich aantrok en juist daarvoor in deze wereld is gekomen om te sterven voor ons zondaren. En dan gaat het verder en hij wakker geworden. En de Heere Jezus, ach, hij slaapt nooit hoor. Hij sluimert nooit. Als mens sliep hij. Hij at, hij wandelde, hij was moe. Hij was gewoon mens. Maar als Zoon van God, als God zelf, zegt de Bijbel, deze sluimert niet, deze slaapt niet. Hij is altijd waakzaam. En hij was wakker. En zijn wij vandaag wakker? Of zijn we van die slapende christenen geworden
die denken, ach, het valt wel mee, het gaat wel goed. Nee, we moeten wakker blijven. En als je wakker blijft, blijf je ook waakzaam, oplettend. Wat gebeurt er allemaal? Wat heeft de tekenen, de tijden te maken? Wat gebeurt er in onze samenleving, in onze omgeving? Wat gebeurt er in mijn eigen leven? Laten we waakzaam en wakker blijven. Maar hier, hij wakker geworden. En wat doet hij? Hij bestraft de wind en zei tot de zee. Hij praat tegen moleculen, protonen, weet ik veel allemaal. Hij praat tegen wind en water. Tegen de storm en tegen de zee. Dan zou je ze toch bijna denken, nou is er een steekje los. Wie gaat er nou tegen wind praten en tegen de zee praten? Nou, weet je wie dat deed? Degene die de wind en de zee geschapen heeft. Het is de schepper die macht heeft over zijn schepping. En hij spreekt en hij bestraft. En hij zei, zwijg, wees stil. Zwijg, wees stil. En wat gebeurt er? Zo prachtig. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. En soms hebben wij dat nodig in ons leven als het stormt. Dat we die stem van de Heere horen en zegt, zwijg nou even. De strijd is aan mij. Je maakt je zo druk. En in die drukte denk je niet meer helder. Je handelt niet meer zuiver. Je handelt uit paniek. Zwijg en wees stil. En dat lees je dan terug ook in de psalmen. Zelfs in het leven van David. Dat David zegt, laat me stil zijn en Heere, wilt u strijden. David, de man van de tienduizenden. Die moest af en toe erkennen dat deze strijd hem te groot was. En dat hij stil moest zijn om de Heere te laten strijden. En dan wordt het volkomen stil. En dan zegt de Heere Jezus, dan richt hij zich tot zijn discipelen. En hij zegt, waarom zijt gij zo bevreesd? En dat kun je op twee manieren opvangen als een soort kritiek. Nou, waarom ben je nou zo bevreesd? Van dommelingen. Of was het meer uit bewogenheid. Het klinkt een soort empathie in die vraag. Jongens, waarom ben jij nou bevreesd? Weet je dan niet wie ik ben? Heb je geen idee nog wat ik kan doen? Heb je niet het vertrouwen dat als je in mij nabij bent, ik ben met jullie in die boot. En ik had gezegd, we gaan naar de overkant. Geloof je dan niet dat we dan ook naar de overkant gaan? Behouden aankomst. Ja, misschien met wat stormschade. Maar er is ons wel een behouden aankomst gegeven. Waarom zijt ge zo bevreesd? Wij hoeven hier geen angst te hebben. Angst is niet van God. Een gezonde angst van voorzichtig zijn, dat is wat anders. Maar angst dat je overstelpt en overtroeft, dat hoeft een kind van God niet te hebben. Want wij hebben wel geloof. Hij zegt, hoe hebt gij dan geen geloof? Ze hebben wel geloof, maar het is nog groeiende, het is nog lerende, het is nog ontdekkende. En dat proces blijven we altijd zitten, steeds weer ontdekken. Wie is hij toch? En dat is diezelfde vraag waar zij mee komen. Ze werden bovenmate bevreesd. Dat betekent niet, ze werden nog angstiger dan ze al waren. Maar ze werden in grote mate werden ze bevreesd vanwege de indruk dat hij sprak. En de wind en de zee gehoorzaamt hem. Want daaruit komt die vraag, wie is toch deze? Wie is toch deze? Daar trokken ze al een tijdje mee op. Ze hebben zijn wonderen en tekenen gezien. Ze hebben zijn onderwijs gekregen. En nu gebeurt er iets wat bovennatuurlijk is. En dan komt er een zo diep ontzag voor zijn grootheid. En dan zeggen ze, wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzamen. Nou, die vraag stellen hun, maar ik hoop zoals wij hier zitten en degene die nog kijken, dat je daar antwoord op zou kunnen geven als iemand in jullie zou vragen, wie is deze toch?
Dat je kunt zeggen, dat is de schepper van hemel en aarde. Dat is de Zoon van God. Het is het Lam van God. Het is de spruit van Isaïe. Het is de Zoon van David. Het is de beloofde Messias. Het is het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Het is Hij die gekruisigd is, maar die is opgestaan en leeft. Het is Hij die gezeten is aan de rechterhand van de Vader, van waar Hij zal wederkomen. Maar voordat Hij wederkomt, zal die eerste gemeente thuis halen en zullen wij voor eeuwig bij Hem zijn. Hij zal de duivel verslaan en vernietigen en Hij zal een nieuwe hemel en een aarde zal Hij bewerkstelligen. Wie is deze toch? Dat is Jezus Christus, de Zoon van God. En ik hoop van harte dat Hij jouw heiland is, jouw verlosser, jouw herder, jouw raadsman in je leven. Wie is deze toch? Dat is Jezus Christus. Amen.